In maximaal 15 minuten gaat Xavier Roesman zijn korte cabaretvoorstelling over het onderwijs geven. Xavier, waar ben je? Dankjewel. Hoor! Vette muziek om op te komen. Wat ga je doen? Ik ga naar de Pablo. Oké dan. Leuk om hier te zijn. Ik, er werd mij gevraagd om iets te vertellen over mijn schooltijd. Nou, ik weet dat het met leraren eigenlijk een beetje zo is als met grote liefdes. Je maakt er maar één of twee mee die je ooit onthoudt. Bij mij was dat meneer De Groot. En meneer De Groot was een hele, hele grote man. Maar was ook zeg maar drievoudig doctorandus. Dus je wist dat iedere keer dat je als je naar hem toe ging, dat die man echt wel iets beters te doen had dan jouw les te geven. Maar die stond er dan toch. En die man die heeft echt een hele, hele grote indruk op mij gemaakt. Een jaar geleden stond ik ergens in het theater te spelen. En toen stond hij ineens voor me. En toen was ik gewoon weer 13, man. Ja, nee, maar dat je echt het gevoel hebt, wauw, ik heb gewoon weer net haar op mijn lul. Dat gevoel, een beetje. En hij kon me nog steeds met die ogen bekijken. Zoals hij me vroeger ook in de gang kwam hij me af en toe tegen. En als het dan goed met me ging, was niet heel vaak, maar dan keek hij altijd heel trots naar me. En zo keek hij ook na de voorstelling toen ik hem daar tegenkwam. Ik merkte toen al tijdens de middelbare school dat mijn hersens werken toch anders dan bij anderen. Ik zal je daar een voorbeeld van geven. Gisteravond liep ik in Amsterdam door de stad en toen zag ik een tram rijden en er stond op geen dienst. Ja, jij vindt dat dus normaal. Ik vind het zo sneu, als je ook in je vrije tijd, zo sneu. En ik ging naar de avondwinkel toe en dat merk ik sinds ik gestopt ben met drank, drugs en alles wat erbij hoort, dat ik stond in de rij en ik stond chocomel en cranberry sap te bestellen. Dus dan weet je, dit wordt geen rock'n'roll, maar goed, I stand my grind en ik sta chocomel en cranberry sap te bestellen. En er staat een gast die staat naast me en die staat de hele tijd dit te doen. En op een gegeven moment voel je dat, zeker als iemand hier staat. Dus ik zeg, hoi. En die gast die kijkt me aan en zegt, jij bent, ja. Maar ik laat je verder met rust, dat je bent stoned, hè. Maar het was maar waar, maar het was niet zo. Dus ik keek hem aan en ik had er eigenlijk helemaal niet op in moeten gaan. Maar ik keek hem aan en ik zei, maar, hè, wat bedoel je? Ik sta hier gewoon cranberry sap en chocomel te bestellen. Ik bedoel, ik lig al, dan hoef je me niet na te trappen. En die gast die ging gewoon met me in discussie. Die had een hele... Ik zie het toch? Ik zei, maar waar denk je er dan aan te zien? In je ogen. En uiteindelijk zei hij zo'n briljante grap. Hij zal zelf nooit snappen hoe geniaal het was. Want toen werd hij boos en die, hé, ik zie het wel. Maar je kan mij niet in de zijk nemen. Ik heb een medische achtergrond. Mijn vrouw is arts. Dat is toch een briljante zin. Dat is toch geniaal. Toen ben ik ook heel rustig naar huis gewandeld, ben voor de boekenkast gaan staan en mijn rug er naartoe gekeerd, had ik ineens een literaire achtergrond. Weet je, anders moet je het allemaal lezen, dat is ook niks. Ik moest eraan denken aan wat nou een goede leraar maakt. Zoals ik al zei bij meneer De Groot was dat je gewoon wist dat die man echt wel iets beters te doen dan aan jou les te geven. Maar ook gewoon het plezier waarmee die les gaf. Dat als hij had soms een hele grappige lach en als je dan niet helemaal mee kon komen en niet snapte waarom hij lachte, dan daagde hij je eigenlijk al uit om mee van na te denken. Want je kon het niet uitstaan als je het niet snapte. Ik moest eraan denken, ik ben tegenwoordig rijlessen aan het volgen. Ik ben 38. Ja. Ik heb natuurlijk geen rijbewijs, dat kan ik wel uitleggen. Ik dacht, ik kan er wel eentje halen, maar dan ga ik waarschijnlijk vieren die avond dat ik het heb. En dan ben ik een paar uur later weer kwijt. Dus dat is zonde. En ik ben nu rijles aan het volgen en hier leraar, daar kan ik dus helemaal, daar ben ik helemaal niet goed mee. Dit is een autoritaire man, ik zit zwaar gestrest in die auto. En toen kwam ik er ook achter dat ik autorijden vind ik gewoon helemaal niet leuk. Dat, wat mij betreft zou heel Nederland een 30 kilometer zone worden, dan stroomt ook alles. Ik heb ook niks met auto's. Een maat van mij die had een nieuwe auto gekocht en die had hij echt zo pontificaal van mijn huis neergezet. En hij weet dat ik er niks mee heb, maar dan hoopt hij dat wij als twee echte mannen even rond je auto lopen en allemaal mannelijke dingen zeggen over de auto. Nou, wat kun je dan zeggen? Twee uitlaten. Van EK. Van acceleratie. Het zegt me niks. Dus ik sta in die auto te kijken en ik denk, ja, een wiel.
Wauw. En nog een wiel. Nou ja. Hij ziet er aan de andere kant net zo uit. Ja? Kunnen we net zo goed blijven staan, hè? Weet je, nee, het is niet dat ik het hem niet gun, maar uiteindelijk zat ik dus om 2:30 s'nachts met hem in de auto. En toen wouden we nog even een stukje rijden. En we komen uit op de in het Amsterdamse bos op een imposant grote parkeerplaats. En dit heeft een beetje te maken met autoriteit. En wat nou iemand een goede leraar maakt, is net zoals een goede politieagent. Ik moet die laatste nog wel tegenkomen, maar ze zijn er. Ik blijf hoop houden, ze zijn er. En het was helemaal uitgestorven. Dus ik vroeg aan die vriend van mij, laat mij nou even een stukje rijden, alsjeblieft, niet zo flauw. En toen was hij heel sportief en zei, oké, we doen het, maar je doet normaal. Nee, niet jezelf zijn, normaal. Houd stuur maar gewoon zo, voor een hele korte rondje staan, en stap je uit, wil ik je nooit meer horen. Dus ik zit in die auto, het was helemaal uitgestorven. En ik denk dat ik nog geen 30 seconden in die auto zat. Ik had, denk ik, 4 meter afgelegd. En bam, motoragent. Dat je denkt, uit welke boom kom jij gevallen dan? Nee, maar hij zag natuurlijk al meteen dat er iets aan de hand was. Dus die man die komt veel te stoer op die auto afgelopen. En tikt op het raampje en doet dit. Toen dacht ik, sorry, maar dat zou ik nooit doen als ik een leren broek aan had. Nee. Dus ik zei, ga weg, ik heb geen interesse. Ik ben hetero, ga weg. En hij hoorde het niet goed, dus hij zei, raampje naar beneden! Dat geschreeuw altijd. Motoragenten staan altijd op standje gefukt. En dus ik doe dat raampje naar beneden. Het raampje gaat er heel lang naar beneden. En dan krijg je zo'n briljante openingszin. Hebben wij gedronken? Ja, ik dacht, wauw, mijn maat die ligt nu ergens in de berm. Maar toch ging ik aan mezelf twijfelen. Dus ik keek om me heen en ik dacht, nee, ik zit toch echt alleen in de auto. Dus ik keek me eigenlijk, nee, wij hebben niet gedronken. Want wij zijn alleen. Dus wij zien dingen niet dubbel. Jij wel. Heb jij gedronken? Nou, die snapte hij al niet. Dan kreeg ik een vervolgvraag. Heeft u misschien medicijnen genomen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden? Ik denk, nou, mooi dat je er zelf over begint. Dus ik zeg meteen, nee, sorry, maar dat maakt bij mij ook helemaal niet uit. Want ik kan niet rijden. Ik denk, nou, we zijn eruit. Toch? En toen begon die man dus over dat ik mijn autogordel niet om had. En een groot licht aan. En dan raak ik altijd een beetje in de stress. Want ik vertrouw de politie al niet voordat ze Mitchell hebben laten stikken. Dus ik raak dan in de stress en dan ga ik proberen tijd te winnen. Hoe kan je tijd winnen? Dit kan je ook bij slechte leraren onthouden. Jedi mind trick. Van de boel omdraaien. Dus een motor geeft je tegen je, zegt je bij autogordel niet om. Die kijkt je strak aan, zeg je jij ook niet. Minimaal 2 minuten winnen. Ja. Voordat die man die gedachtegang heeft afgemaakt, je bent safe. Je zag die man helemaal knakken zo. Ik ben op de motor. Oh, vandaar die helm. En toen vroeg hij dus om mijn rijbewijs. Maar zo heel oud, rijbewijs, kentekenbewijs. En toen was ik zo teleurgesteld. Ze zei, maar meneer, ik heb net gezegd dat ik niet kan rijden. Het zou toch heel raar zijn als ik me nu mijn rijbewijs overhandel. Ik heb helemaal geen rijbewijs, gekkie. En die man zag je zijn hele gezicht zo. Maak je nou een grap? Nee, we zijn niet aan het werk. En toen begon die man te schreeuwen. Dat is ook iets wat ik altijd heb gemerkt. Als mensen schreeuwen, dan haken mensen gewoon per definitie af. Alle leraren die zijn genomineerd, die heb je waarschijnlijk nog nooit horen schreeuwen. Want dat werkt gewoon niet. Deze man die wist dat nog niet. Oh wel, ik zie. Ja, die tafel wel. Jij hebt geschreeuwd. Ja. Nou, dan word je het niet. Dat kan ik alvast verklappen. Ja, jij wordt het niet. Maar, nee, die man die begon echt te flippen. Die zei, ben je persoonlijk niet op zonder rijbewijs op de openbare weg in een auto, gewoon op een groot licht aan. En ik kan niet tegen schreeuwen. Ik ga dan automatisch terugschreeuwen. Dus ik zeg, klem dicht! Nee, helm! Hou je op! Nee, jij bent vergeten. Je bent. Jij bent politieagent, dat ben je hem ook. Nee, je bent een ambtenaar. Ja, nou, ambtenaren worden betaald door de staat. Ik betaal de staat middels belastingen, dus jij bent bij mij in land niet. Er is geen spel tussen te krijgen. Geen spel tussen te krijgen. Dus die man die zag je. En ik zei, nou, wil je het evaluatiegesprek nu? Of straks? Hoe vind je het om nu te zelf gaan? Nou, toen flipte die echt de pan uit.
En toen liep hij om de auto heen. En dit is een van de grappigste dingen die ik nou, ik denk in 10 jaar heb meegemaakt. Toen ging hij op de bijrijdersstoel zitten met 1 bil. En die andere bil zeg maar in het luchtledige. En wat hij niet wist, ik wist het ook niet, dat daar bij die auto zitten zeg maar de knopjes waar de stoel zichzelf mee stelt. En toen dacht ik, nee, ik geloof niet dat ik in 38 jaar ooit zoiets grappigs heb gedaan. Probeer je maar eens je autoriteit te behouden en je menselijke waardigheid, terwijl er iets gebeurt waar je denkt dat je niets aan kan doen. Dan krijg je dus echt paniek in over. Ik ben maar persoonlijk niet het. Huh? Wel rijden zonder rijden. Help. En ik kon mijn lach niet inhouden. Dus ik zei, weet je, daar ligt hij ook niet. Ik heb geen rijbewijs. Echt niet. En die man, ik vind dit leuk. Ik zei, nou, je ligt anders wel dubbel. Maar ja, flauwe grappen. Zo'n kans kreeg ik nooit meer. Dus ik zat die sleutels liggen. Ik zei, maar wij gaan even een stukje rijden. En die man, stop, stop. Nee doen, nee doen. Ik zei, blijf jij nou laag? Er is politie in de buurt. En je hebt jouw autogordels niet om. Nou. Uiteindelijk heb ik maar 1 nacht hoeven zitten. Dus het scheelde ook. Ik vraag me af, mag ik even checken met applaus? Wie denkt dat in de basis mannen betere leraar zijn en wie denkt dat vrouwen betere leraar zijn? Dus even eerst voor de mannen. Dat, weet je, er zullen dingen zijn die mannen beter kunnen, er zullen dingen zijn die vrouwen beter kunnen, maar overal is er gewoon gelijkheid. En dat is mijn dingetje, ik bedoel, ik zie hier ook veel jonge vrouwen zitten, dat is mijn dingetje tegen feministen. Feministen zijn ernstig in de war, maar die zeggen hele rare dingen. Die kunnen dingen zeggen als, nou, vrouwen kunnen ook werken hoor. Dat weten we toch? Het is 2015 in Nederland. Ga het eens doen. Kijken wat er gebeurt. Je weet het niet. Zou kunnen ook werken. Ik vind het ook zo'n makkelijke opmerking. Ik bedoel, wij mannen hebben overal snelwegen aangelegd, lantaarnpalen neergezet, viaducten gemaakt, bruggen gebouwd, kanalen uitgegraven, hebben een hele woonwijk uit de grond gestampt. Op een gegeven moment zijn we omhoog gaan bouwen. We dachten, man, nou, weet je wat, dan gaan we omhoog bouwen en als, het als we er gaan wonen, noemen we het een flat. En als we er gaan werken, dan is het een kantoor. Er zijn andere mannen, ah, oh, wat een geweldig conceptkantoor. Dan neem ik TL-buis mee en dan kunnen we een systeemplafond maken, want het geeft supermooi licht. En er zijn andere mannen, oh, gaaf, dan neem ik een tafel mee van thuis, want op het kantoor heet dat bureautje. En die gasten, oh, wat kan je daar allemaal mee? Nou, dan kan je ergonomisch voor gaan zitten. En je kan er een beeldscherm voor zetten, wat niet reflecteert met het licht. En je kan een toetsenbord neerzetten, wat goed is, supergoed is voor je vingers. En een computer. En die gasten, oh, wat is een computer? Nou, dat is een uitvinding van mij. Daar kan je superveel type saai in doen. En dat krijg je allemaal weer terug. Maar je hoeft het niet te onthouden. Maar er zit ook internet bij. En die gasten, oh, wat is internet? Dat is superveel porno. Dus dat is ook goed. En een pennenbak. En planten. Nou, kunnen ook werken. Ja, nu wel, ja. Lekker makkelijk. En diezelfde vrouwen durven dan nog te zeggen, nou mannen mogen ook wel eens iets doen in het huishouden. Sorry? Heb je niet gehoord wat wij allemaal hebben gedaan? En hebben we het nog niet eens gehad of al die tijd dat wij met gevaar voor eigen leven achter mammoeten hebben aangerend, hè? Met niks anders dan een stukje hout waar we een puntje aan hadden gemaakt. En dan kwamen we met grote stukken vlees, die sleepten we zo de grot in. Begon een vrouw weer te zeiken, het is te groot, Herman. Ja, moest Herman godverdomme weer een mes gaan uitvinden om met hem al in kleinere porties te snijden. Het is nog nooit goed. Ik heb serieus ooit ruzie gehad met een ex van me. Die zegt, heb jij bewoner te groot? Ik zeg, wat zeg jij? Bewoner te groot. Ik zeg, je bent een achterlijke trut. Nou, toen was het huis ineens weer te klein. Het is nooit goed. Nooit. En toen dachten we, nou, oké, dan kunnen we wel een groot stuk vlees meenemen. Maar dan moeten ze ook een plek hebben om het te kunnen verwerken. Nou, dus hebben we begonnen met de keuken. Een gast heeft het bedacht, hè. Die is ooit begonnen bij de aanrecht. En die gast, oh, wat te gek. Begon hier een gat in te zagen. Die gast, wat doe jij nou? Doe rustig, mannen. Ik doe met de wasbak. En de wasbak is onlosmakelijk verbonden met de kraan.
En die gasten, wat is er gedaan? Nou, dat is de reden dat wij niet meer naar het gezeik van vrouwen hoeven te luisteren. Want oh, het is te ver naar de waterput. En het is zwaar met twee emmers terug. Nou, en het enige wat ze nu kunnen doen is nou, hun polsen verstuiken. Maar meer gaat er niet gebeuren. En toen hebben we een zespit kookstel gemaakt. En een afzuigkap en pannen en pollepels en een kookeiland. Mama mogen ook wel eens iets doen in het huishouden. Je zou ze toch wurgen. En diezelfde... Nee. Moet maar een keer gewoon gezegd worden. Ik zie het vandaag ook. Vrouwen die elkaar helemaal niet kennen, die hem toch een beetje... Vrouwen nemen ons gewoon totaal niet meer serieus. Nee, dat is echt... Het is één groot complot. Ik kan het niet bewijzen. Maar ik weet dat minimaal één keer per maand komen alle vrouwen in Nederland ergens samen. In een geheim clubhuis. En daar vergaderen ze over hoe ze ons leven kapot gaan maken. Daar liggen ook alle sokken die we kwijt zijn. Weet je dat ik achter ben? Nee, een wasmachine vreet niet zomaar één sok op. Dat noemen wij psychologische oorlogsvoering. Ik doe je een voorspelling. Over 15 jaar is er in heel Nederland geen keuken meer te zien. Het is nu in Amerika al meer een rage om een huis te kopen zonder keuken erin. Omdat het goedkoper is om buiten de deur te eten dan thuis aan je eigen maaltijd te koken. Nou, dus de kwestie van 10, 15 jaar voordat je in heel Nederland geen keuken meer kan zien. Ja, als een soort musea. Met erboven dit nooit meer. Het wordt een soort keuken Auschwitz. Dat kan niet anders. Ja, er gaan dan busladingen feministen kijken dagelijks hoe erg het was in 2015. Oh, moesten ze hierin werken? Wat benauwd. Wat verschrikkelijk. En als een begeleidster, nou meiden, ik heb Ria meegenomen. En Ria heeft de keuken overleefd. Ja. Wil je het over hebben, Ria? Nee, het komt omdat ze dichtbij. Allemaal flashbacks. Soms stonden we van 7 tot 7:15 in de keuken. Het was verschrikkelijk. Nou, we gaan snel weg, hè, meiden. Ja, we gaan weer sokken verstoppen. Nou, mensen, ik hoop, jij wil het niet. Maar het wordt hartstikke leuk. Ik wil jullie bedanken. Maak er een prachtige dag van. En wat kom jij doen? Ik ben nogal territoriaal, weet je. Dan moet ik weer mijn eigen territorium gaan afpissen. Dus van niemand blijft. Ik hoop dat jullie er een mooie dag van maken. En bedankt voor het luisteren. Hoi!